Levi Zwiebe, hoeveel dreunen kun je als ploeg incasseren? Ja, deze komt wel aan hoor. Deze komt wel hard aan, moet ik zeggen. Kijk, het gaat steeds beter. Elke week gaat het steeds beter met ons. En, ja, we maken echt stappen. En ook vandaag weer, weet je. Ik denk dat wij, zoals ik het kan zien, denk ik dat wij wel hadden moeten winnen. Ik denk, we hebben een aantal goede kansen gehad. Eentje op de lat in de eerste helft. Ik denk, als het nog, we komen telkens in de eindfase, als we daar nog iets rustiger worden. Ja, dan denk ik wel dat we wedstrijden gaan winnen in ieder geval. Maar vandaag hebben we weer gewoon pech gehad, denk ik. Je zou kunnen zeggen, je speelt misschien tegen een voetballend betere ploeg. Maar wat mij opviel is, de laatste 10 minuten leek de tank bij de tegenstander leeg. En jullie iets van extra kracht te hebben. Dan gaat het toch mis. Hoe kan zoiets? Ja, hoe kan zoiets? Weet je, kijk, hij schiet op doel. Hij laat hem ook los, weet je. Kijk, ik bedoel, daar heb je ook mee te maken. Ja. Kijk, wij koppen daar nog natuurlijk op de lat en het gaat over en weer. Maar ik denk wel dat wij de beste kans hebben gekregen. En inderdaad, we worden ook steeds fitter. De jongens, de belangrijke jongens, worden ook steeds fitter. Ja, ja dan, ik denk dat de dame weer hoop uit moeten halen, zeg maar. Ja, dat moet natuurlijk zo vroeg in het seizoen, maar dat lijkt me wel knap lastig om dit elke keer weer te moeten verwerken. Ja, dat is zeker zo. Vandaag hadden we echt de goede hoop om de 3 punten gewoon hier te houden. En voor mijn gevoel had ik in het veld ook het gevoel dat het die kant op ging. We hadden zeker de kansen. Dus daar ligt het gewoon aan. We maken gewoon de kansen niet af. Niet rustig in de laatste eindfase. En het heeft geen grote invloed op de wedstrijd gehad. Maar ik denk dat Robin Henschens, zijn scheidsrechter, niet op jouw verjaardag komt. Nou ja, kijk. Ja, hij komt niet op mijn verjaardag. Nee. Dat sowieso niet. Maar kijk, ik weet van mezelf ook dat ik... Ik geen fijne jongen ben in het veld, denk ik, voor een scheidsrechter. Dus dat weet ik ook. Maar weet je, kijk, 8 van de 10 scheidsrechters, die weten dat ook. En die kunnen er goed mee omgaan. En als ze tegen mij zeggen, leef doe even normaal nu, weet je, dan kunnen we er weer om lachen. Maar deze niet. En hij gaf me geel voor iets, ik had niet eens tegen hem, maar goed. Kan er ook nog wel bij. Ja, dat is, weet je, ik moet daar ook misschien iets slimmer in worden, in zijn of wat dan ook, maar ja. Dus ik ben wel, maar goed, ik weet het ook niet, man. Hij geeft me gewoon geel en, that's it. Laten we maar gaan schuilen, denk ik. Ja, laat maar doen, ja. Dankjewel.